Zoals verwacht heeft de Fed afgelopen woensdag de rente verhoogd en blijft de Amerikaanse Centrale Bank optimistisch met betrekking tot de Amerikaanse economie. Naar alle verwachting zal dan dit jaar nog 2 maal de rente worden verhoogd door de Fed. De ECB gaf een totaal ander beeld. Zoals verwacht heeft de ECB aangekondigd vanaf september het opkoopprogramma af te bouwen, maar gaat ze pas in de zomer van 2019 de rente verhogen. Dit was eigenlijk tegen de verwachtingen van de markt en we zagen dan ook dat de euro flink onder druk kwam te staan en we handelden zelfs op het laagste punt in 6 maanden rond de 1,15. Afgelopen week stond bij Trump alles in het teken van verzoening, maar vandaag heeft hij toch echt weer de draad opgepakt en gaat hij er met gestrekt been in tegen China. De handelsoorlog lijkt dan ook verder te escaleren en dit baart de markt zorgen. We zien op dit moment dan ook een vlucht naar de veilige havens. Denk aan de Zwitserse frank, de Japanse yen en goud. Kijken we nog even kort naar het pond, dan zijn alle ogen gericht op aankomende donderdag, wanneer de Bank of England vergadert. We verwachten niet dat de Bank of England de rente gaat verhogen, maar we zien wel dat in aanloop naar de Brexit handelaren toch eieren voor hun geld kiezen en posities in het pond afbouwen. Het pond handelt dan op dit moment, zeker ten opzichte van de Amerikaanse dollar, op het laagste punt in 6 maanden. Kortom, de komende dagen zijn alle ogen gericht op de handelsoorlog met China en de Bank of England die aankomende donderdag vergadert.